We hebben supergoed nieuws, want we hebben een klein neusrondje gekregen. Het is geboren rond 11:15. Juist geluk, want ik kwam met mijn late aan wanneer het eruit kwam. En we zijn heel blij, want het is een meisje. Deze is geboren in de dag, dus wij hebben het kunnen meevolgen live. Dat is super speciaal natuurlijk. Wij verbazen ons erover dat hij eigenlijk heel klein is, heel schattig. Dat is een miniatuur klein neushoorntje. En dat hij redelijk snel op zijn pootjes al recht stond, dat begon eigenlijk na een paar minuten al zo wat rond te rollen in het stal. En toch na een klein half uurtje zag dat toch al wat onstabiel nog wel, maar dan stond dat toch al wel wat recht. Het heeft nog geen horentje, omdat dat eigenlijk, ja, dat maakt de bevalling van de mama heel moeilijk als dat er al ineens met een horentje uit gaat komen. Dus vaak is dat voor de mama eigenlijk vooral, dat dat nog geen horen heeft. Ik heb een heel leuk kleurtje. Tussen de flappen is het eigenlijk helemaal roos. Terwijl als die volwassen zijn, is dat grijs. Maar als dat heel klein nog is, dan is dat, kan je zien dat het tussen de flappen een roze huid heeft. We weten nog niet wanneer het mag buiten gaan komen, want de mama mag eigenlijk kiezen wanneer het binnen of buiten gaat. Als het tijd vindt om naar buiten te komen, dan zal het naar buiten komen. We hebben ook heel goed nieuws, want jullie mogen mee de naam kiezen. Het gaat met de letter V zijn. Wij als verzorgers gaan ons drie favoriete namen mogen geven. En dan mogen jullie mee kiezen wat het gaat zijn.